Ik ben in mijn benen. Hallo allemaal, leuk dat jullie er weer zijn. Welkom op mijn kanaal, ik ben Nathalie. En meestal doe ik het andersom, dan zeg ik altijd hallo, ik ben Nathalie, welkom op mijn kanaal. Nou, maakt verder niet uit, alles gaat toch al anders vandaag. Nathalie. Ja, zoals je weet ben ik heel druk geweest met een schilderij maken, met een hoekbureau maken, met een kast maken voor een mooi hok maken voor Nala. Enzovoort, enzovoort. Dus zo ben ik nog steeds een beetje aan het rommelen. En misschien hebben jullie dat ook, dat je in deze coronaperiode, als je meer thuis bent, in één keer bezig gaat met allerlei klusjes waar je nooit aan toe kwam. Nou, dat heb ik dus ook. In ieder geval, ik wil jullie heel erg bedanken voor al jullie vragen onder de vorige video. Geldt nog steeds, als je vragen hebt over een bepaald onderwerp, dan stel ze dan onder deze video. Of onder de vorige video. Dan neem ik die vragen allemaal mee. En dan ga ik even kijken of ik daar iets mee kan doen. Ik heb al een aantal mooie dingen gezien waar ik een video over kan maken. Waaronder ook de vraag over hoe maak je nou die hele cavia kamer schoon. Dat ga ik zeker laten zien. Nu niet in deze video. Ik heb inmiddels ook azijn weer meegebracht. Want dat had ik niet meer in huis. Daar wilde ik graag laten zien hoe je die witte plekjes weg kon krijgen daarmee. En zo zijn er wat meer dingetjes. En ik wil dat gewoon even heel erg goed filmen. En ik zal nog even kijken hoe ik dat ga doen. Ik heb niet iets waarvan ik een camera bijvoorbeeld op mijn hoofd kan doen. Dus misschien dat ik dat dan gewoon uit een paar hoeken moet gaan filmen. Dus ik moet nog even kijken hoe ik dat het beste kan gaan doen. Maar die video die komt eraan. Ik weet niet precies op welke termijn. Bedankt in ieder geval voor die vraag. Die heb ik al iets vaker gehad sinds ik de camera heb. Dus dat is misschien wel een keer inderdaad leuk om te laten zien hoe ik dat helemaal doe. Voor de rest ook veel vragen gehad over de slakken en of wat andere dingen. Daar ga ik ook wat mee doen. Ik heb hele leuke ideeën ook voor wat nieuwe slakkenvideo's gekregen dankzij jullie vragen. Dus super bedankt. Ga vooral zo door. Stel jullie vragen. Ik ga vandaag even de vraag beantwoorden van Matthias. Die vroeg namelijk of je cavia's en konijnen nou wel of niet samen kon houden. Omdat daar nogal wat onduidelijkheid over ontstaat. Want de een zegt van wel en de ander zegt van niet. Je hebt natuurlijk altijd mensen die komen van ja, bij mij zitten ze samen en het gaat hartstikke goed. Of ja, mensen zijn samen opgegroeid en ze kunnen niet meer zonder elkaar. Er zijn altijd wel uitzonderingen op de regel. Dat is met alles zo. Dat is net als met een kat en een hond samen. Kan een kat en een hond samen? Ja, in sommige gevallen gaat het prima. Maar ook in heel veel gevallen werkt het niet. Ze spreken nou eenmaal een andere taal. Dus ja, weet je, het blijft altijd een ding. Soms dan kunnen ze zo goed met elkaar dat ze echt enorm goede vriendjes zijn geworden. Je ziet de meest vreemde dierenrelaties van een hert die vrienden is geworden met een hond. Of een kat die vrienden is geworden met een vogel. Er zijn altijd mogelijkheden dat die dieren bevriend kunnen raken met elkaar. Dat kan. Alleen als je dus graag cavia's en konijnen wil houden, hou ze dan gewoon apart. Want ze hebben andere behoeften en ze hebben andere voeding. Een cavia die heeft veel meer vitamine C nodig. Die heeft daar speciale brokjes voor nodig. Een konijn heeft weer andere soort brokjes nodig. Daarnaast spreken ze inderdaad elkaars taal niet. En een hele belangrijke in deze is dat konijnen de neiging hebben bovenop een cavia te gaan zitten. Dominantie of omdat ze dan gaan rijden, omdat ze willen paren. En dat doet gewoon hartstikke zeer bij een cavia. En ik spreek uit ervaring. Wij hebben het zelf vroeger meegemaakt met de konijnen en de cavia. Toen dachten we ook dat het bij elkaar kon. De konijn het ging continu bovenop de cavia zitten. Die cavia die piepte en die gilde het steeds uit van de pijn. Zo'n konijn is veel te zwaar, heeft lange nagels. Het doet hartstikke zeer en het is echt super zielig. Dat soort dingen kunnen gewoon gebeuren. Of dat ze elkaar gaan irriteren en dat ze ruzie krijgen, maar ze begrijpen elkaar gewoon niet. Dat mensen dan denken van, oké, ik doe een konijn en een cavia gewoon in een kooi van 1,20 meter. Ze kunnen allebei niet vluchten, ze zitten met elkaar opgescheept, verplicht. En ja, probeer maar eens een hond en een kat in één kleine ruimte te doen, dat ze verplicht bij elkaar moeten blijven. Vaak gaat dat wel of niet goed. Weet je, dus probeer gewoon de diersoorten bij elkaar te houden. Dus dieren die bij elkaar horen, laat die bij elkaar leven. Ik zeg nogmaals, er zijn uitzonderingen. Voordat ik allemaal comments krijg van mijn nicht die houdt al jaren cavia's en konijnen samen, gaat altijd goed en zo. Die dingen die bestaan. En misschien hebben die wel een enorme grote tuin waar ze allemaal lopen, waar ze allemaal hun eigen plek kunnen vinden. Maar liever niet bij elkaar zetten. Ook om de reden die ik net vertelde. Een konijn die wil toch heel vaak domineren over de cavia. En cavia's zijn groepsdieren die vaak in een grote groep leven, die een hiërarchie hebben onderling.
dat is er dan helemaal niet, want dat klopt dan niet meer, omdat ze elkaar niet begrijpen. Zoals ik al eens uit heb gelegd, bij het koppelen van de cavia's, dan zie je dat er op een gegeven moment dus in een groep bestaat. Stel je voor, je hebt 5 cavia's, dan is de 1 de baas, daarna komt er 1 onder, dan weer 1 onder, dan weer 1 onder. En als je dan weer een nieuwe cavia erbij zet, wordt dat onderling weer uitgevochten. Wie komt weer op de eerste plaats, wie op de tweede, enzovoort. En als je dan konijnen en cavia's samenzet, dan klopt die hele verhouding niet. Want het is niet een groep wat bij elkaar hoort, snap je? Dat kan heel veel problemen opleveren en daar worden ze gewoon niet gelukkig van. Nogmaals, er zijn uitzonderingen dat je denkt, hé, het gaat goed. Dat is dus even een antwoord op de vraag van Thijs. Dus ik hoop dat je daar wat aan hebt. Maar dan heb ik nog een vraag gekregen van Timo. Die vroeg hoe je een kat kunt afleren om te bijten. Nou, op de eerste plaats ligt het er een beetje aan hoe die bijt. Want heel veel katten, die kunnen als je aait, zo op je licht bijten. Dat doet verder niet zeer. En dan is het een soort van opwinding van, hey, ga nog even door of ik vind je lief. Dan zijn het van die soort liefdesbeetjes. Wat ze dan doen, daar kun je misschien van schrikken, maar op zich is dat niet gevaarlijk of zo. Toen ik Tobias pas kreeg, die beet overal om. De aaide ik hem en dan ging hij bijten, want hij was altijd een beetje in paniek. Die vond het allemaal heel eng. Ik weet ook niet wat hij mee heeft gemaakt ook. En hij leeft ook met een klein kindje en zo. Dus ja, je weet niet of daar iets is gebeurd waardoor Tobias bang is geworden. Dat heeft best lang geduurd. Voordat ik hem gewoon, hij ging op een gegeven moment echt op zijn rug liggen, zodat ik zijn buik gewoon kon aaien. Terwijl katten dat niet fijn vinden, buik aaien. Dus als je een buik aait van een kat, dan is de kans heel erg groot dat ze je grijpen met hun poot of dat ze heel erg hard bijten. Maar gewoon omdat ze dat niet prettig vinden. Dus dat betekent dat je dat dan gewoon niet meer moet doen. Je moet echt ook leren om je kat te begrijpen. Katten zijn eigenzinnig, hebben hun eigen taal ook weer. En wij spreken natuurlijk geen kattentaal. Maar je kunt wel leren signalen opvangen van hey, mijn kat voelt zich nu niet prettig. Misschien is het nu niet handig om mijn hand uit te steken om te gaan aaien. Of over de buik aaien vinden de meeste katten niet fijn. Dus als je het doet, let dan heel erg goed op hoe die reageert. Vaak zie je al wel dat hij op een gegeven moment kijkt zo van en nu ga ik je aanvallen. Dus ja, probeer daarop te letten en ga dat niet te tocht doen. Want dan wordt zo'n kat gewoon boos en dan zal hij je niet meer vertrouwen en eerder gaan bijten. Als een kat echt gaat bijten omdat hij boos is, en er zijn natuurlijk ook heel veel katten die heel erg op zichzelf zijn, die zijn angstig, of die hebben misschien in het nest gewoon van hun moeder niet de juiste opvoeding meegekregen. Want ze leren ontzettend veel van hun moeder. Daarom is het vaak heel erg belangrijk dat kittens bij hun moeder blijven tot 10 tot 12 weken minimaal. Die 12 weken die zijn gewoon nodig om door hun moeder goed geleerd te krijgen hoe je je moet gedragen onderling. Ze leren ook naar de kattenbak gaan door hun moeder. En dat soort dingen, dat is gewoon heel erg leuk om te zien. En je ziet dat ook als kittens met elkaar spelen. Dat sommige kittens gewoon heel erg wil doen. En op een gegeven moment is die moeder het gewoon zat. En dan pakt ze gewoon even aan. En dat is gewoon heel erg belangrijk voor een kat om te leren al vanuit het nest. Maar wat er vaak gebeurt is dat katten vaak al heel jong bij hun moeder vandaan gehaald worden. En met 6-7 weken al in een thuissituatie terechtkomen waarbij ze nog niks hebben geleerd. Je ziet dan vaak dat mensen het hartstikke grappig vinden om met hun hand zo te doen bij hun kat, zodat ze met hun handen gaat spelen. Ga kittens niet leren om met je handen te spelen, want die katten die worden een keer groot en dan halen ze ook uit en dan willen ze ook met je hand spelen of erop bijten. Leer een kitten van begin af aan al gewoon liefde, zachtjes doen en niet met handen spelen. Dat scheelt gewoon enorm. Springen ze bijvoorbeeld de hele tijd op het aanrecht, til ze gewoon voorzichtig eraf, zet ze op de grond en geef ze iets anders te spelen. Katten moet je altijd afleiden met iets anders. Dus bijt je kat eenmaal gewoon uit het niks, dus je zit gewoon op de bank en je doet een keer zo of iets en hij zit in één keer in je hand. Word dan niet boos, ga niet schreeuwen naar een kat, want dan maak je het alleen maar erger mee. Zo'n kat zal in paniek raken en nog bozer worden. Zeker als een kat heel hard gaat grommen, dan is hij dus echt heel erg boos. Dan is er gewoon iets mis, dan is er ooit wat gebeurd of misschien is je kat ziek. Ik heb vroeger ook een kat gehad, die bleek een enorme tumor te hebben en daardoor heel agressief te reageren. En die was gewoon bang en die had pijn. Dus dat kan ook een reden zijn waarom een kat je aanvalt of een kat bijt. Dus het gaat ook om hoe bijt een kat, wanneer bijt een kat. Dat moet ik dan wel even van je weten. Als je er meer over wilt weten, dus schrijf het dan even hieronder, Timo. Dat je aangeeft van, nou ja, hij bijt als ik hem aai, heel zachtjes, of hij valt je echt aan. Dan kan ik daar misschien even verder op ingaan voor jou. Maar let er gewoon op, als je een kitten hebt, laat ze alsjeblieft niet met de handen spelen. En
ga er niet achteraan jagen of de iedere keer optillen als ze het niet leuk vinden. Daar wordt een kat alleen maar vervelend van en een kat wordt groot. En dan is het een enorme tijger die in huis loopt met enorme klauwen en een behoorlijk gebit. Ja, en dan kun je het verpest hebben. Dus probeer altijd lief te zijn en probeer heel goed op je dier te letten. En je kunt het leren, op je dier letten, observeren. Je kunt leren wanneer een dier zich prettig voelt of wanneer een dier zich minder prettig voelt. Kijk er altijd goed naar die signalen. Dan voorkom je gewoon dat ze je aanvallen, dat ze bijten of krabben. Er stond ook nog een vraag, nou we het toch over katten hebben. Dat ging over hoeveel krabhalen ik nodig heb per kamer. Die vraag komt van Mathis Quantenstedt. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, dat is wel afhankelijk ook van het aantal katten wat je hebt. En in hoeverre of ze er ook op gaan liggen. Ik heb hier bijvoorbeeld een krabhaal staan met een mand erbovenop. Daar ligt, Sjoerd ligt er heel vaak in, maar ze wisselen ook wel eens af. Ik heb 2 krabhalen in de woonkamer staan. Daar kunnen ze allebei dan mee spelen of op liggen. Zorg daarnaast ook voor wat mandjes, bijvoorbeeld in de vensterbank of op de grond. Of ze gaan ook vaak op de bank of op de stoelen liggen. Maar een krabhaal is vooral heel erg noodzakelijk om daar dus aan te kunnen krabben. Het heet natuurlijk niet voor niks een krabhaal. Ik krijg ook wel eens te horen dat mensen een krabhaal aan hebben geschaft en de kat daar totaal niet naar omkijkt. En dan gaan ze de krabhaal maar weer wegdoen. Dan zetten ze marktplaats van mijn kat kijkt er niet naar om. Misschien gebruikt de kat hem 's nachts wel, dat weet je dan ook altijd niet, hè? Dan ben je natuurlijk niet altijd bij. Voor een kat is het wel belangrijk dat hij zijn nagels kan scherpen. Er is spul voor wat je op de krabhaal kan smeren. Je kunt ook kattenkruid kopen. Ik heb bijvoorbeeld deze van Kong, dat is een groot blik vol, dus daar kun je vrij lang mee doen. Het is wel een beetje prijzig, maar ja, toch een stuk goedkoper dan al die kleine losse zakjes. Hij is bijna op trouwens. Er zitten kruiden in. Mijn katten die zijn er echt helemaal dol op. Maar dit kun je ook op de krabhaal strooien of een klein beetje aan het touw smeren. En dan zullen ze er ook lekker op gaan liggen en dan vinden ze het ook een fijne plek, de krabhaal. Wat je ook kunt doen, dat is catnipspray, die heb je ook, kun je erop spuiten. En je hebt spul, dat is blauw, dat is speciaal voor krabhalen. En ik moet zeggen, ik heb hem ook gebruikt op mijn krabhaal aan het begin. Blijft de krabhaal wel heel lang blauw. Dat is wel heel erg jammer. Dat ziet er gewoon heel erg naar uit. Maar na een tijdje dan trekt dat wel weg. Ik weet niet precies over wat voor periode ik dan heb. Want ik zie het nu niet meer, de blauwe. Maar het heeft er best wel lang op gezeten. Dat is een beetje vervelend. Misschien kun je het dan een beetje uit het zicht opsmeren. Ik zal even laten zien wat voor product of dat is. Dat heet Feli Scratch van Feliway. En Feliway die heeft meer dingen. Die heeft ook stekkers die in het stopcontact kan steken. Voor als je kat heel erg gewoon rustig is. Dan wordt hij wat rustiger van door de feromonen die het afscheidt. En feromonen, dat zijn eigenlijk een soort van gelukshormonen wat de moederpoes bij zich heeft. Daar worden ze dan gewoon happy van die geur die rondhangt. Daar worden ze van op hun gemak. Die stekkers die worden ook vaak gebruikt rond oud en nieuw. Of als het bijvoorbeeld heel druk is in huis. Of waarbij een kat stress kan ervaren. Zorg altijd wel bij katten dat ze zich terug kunnen trekken naar een aparte kamer. Als je bijvoorbeeld 4 kinderen rond hebt gillen of zo. Want een kat die wil ook heel erg graag rust. Dat is heel belangrijk voor een kat. Maar dit is dus voor katten die ergens moeten krabben in plaats van je behang. Je kunt deze pipetjes er dus opsmeren. Het pipetje ziet er zo uit. Je breekt er eentje vanaf. Dan maak je hem open en er zit een touwtje aan. Die kun je dan afknippen. En dan smeer je dat blauwe spul op de plek waar je wel wilt dat ze gaan krabben. Dus in dit geval op de krabhaal. En dan zul je zien dat ze veel vaker gebruik maken van de krabhaal. Over de vraag dus hoeveel krabhalen er in huis moeten staan. Ik weet natuurlijk niet hoe groot of iemands huis is. Ik heb in deze kamer 2 krabhalen staan. Een kleintje en een wat grotere. Ik heb boven heb ik ook nog 2 krabhalen staan. En dan kunnen ze daar gewoon ook aan krabben. En er wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt of ze liggen erin. Bovenop die mandjes. Ik vergeet helemaal. Ik heb natuurlijk ook nog een paal hier in de rent staan. En hier staat er ook nog één. Zeker als ze kittens zijn, dan vinden ze krabhalen vaak helemaal leuk om mee te spelen. En dan kun je ze ook uitdagen met allerlei dingetjes. Met allerlei belletjes en knuffeltjes. Ik wil meteen even vertellen, deze die heeft een keer nieuw touw nodig. Je kunt dus gewoon bij de bouwmarkt een nieuw touw kopen. En een nieuw touw omheen doen, want dat is wel een keer nodig. Deze krabhaal die heb ik nu denk ik 5 jaar. Dus een
Davis Galactica. En ja, die touwen die gaan op een gegeven moment kapot van al het krabben. Krijg je lekker? Past helemaal niet meer in het huisje. Past helemaal niet meer in het huisje. Het huisje is veel te klein geworden voor je. Nou ja, ik heb deze trouwens aan de muur bevestigd, omdat hij anders omviel. Dus ik heb aan beide kanten een dingetje gemaakt. Ja, je was te lomp. Maarten lomp, kom je erbij? Want eigenlijk is het een beetje een kittenkraphaal deze. Dit is wel een grote. Dan hebben we deze nog, kleintje. En deze staat nog tussen de rommel. Ik hoop dat ik daarmee de vraag van de kraphalen heb beantwoord. Wil je daar verder nog iets over weten, dan zet het vooral hieronder. Verder wil ik jullie ook heel erg bedanken voor alle reacties op mijn muurschildering die ik heb gemaakt. Ik vond het erg leuk dat jullie het ook enthousiast over waren. Ik bedoel, dat is best spannend om te doen, zoals ik aan had gegeven in een andere video. Omdat die muur 10 meter lang is. Ja, en als het mislukt, als het hele muur over moet ik verder. Dus, maar ja, ik ben er ook erg blij mee. Ik heb verder veel vragen gekregen over de slakken en over cavia's. Dus die ga ik zeker behandelen in de volgende video's. Misschien dat ik dan wel woensdag een slakkenvideo doe en vrijdag een cavia video. Ik kreeg ook nog een vraag over hoe je de hamsterverblijf het beste schoon kan maken. Als ik die weer helemaal schoon ga maken, dan zal ik dat ook even meenemen. Nou is het wel zo dat deze bak is enorm groot. En door de grootte daarvan is het gewoon één keer in de maand, één keer in de twee maanden... dat je hem echt helemaal schoon moet maken. Want ja, er komen verder bijna geen poep en plasjes in. Omdat je oppervlakte zo groot is. Maar heb je natuurlijk een kleinere kooi, dan moet je minstens één keer in de week alles schoonmaken. En ja, dus dan is het schoonmaken natuurlijk al heel anders dan in zo'n heel groot verblijf. Alleen, ik kan je dan laten zien wat ik daarvoor gebruik. Dus dat zal ik ook even een keer meenemen in een video. Aankomende periode dus een slakkenvideo en een cavia video. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En natuurlijk nog wat andere dingetjes die ik mee heb gemaakt die week. Dan wil ik het graag hierbij laten. En dan aanstaande woensdag, dan krijgen jullie van mij een video over de slakken. Met wat vragen die jullie hebben gesteld over de slakken. En vrijdag een video met vragen die jullie hebben gesteld over de cavia's. Dus, en dat is om 4 uur. En er komen ook nog wat andere dingetjes voorbij in de video, zoals ik meestal wel doe. Ik hoop jullie dan heel erg graag weer terug te zien aanstaande woensdag en aanstaande vrijdag om 4 uur. Dan wens ik jullie voor nu een heel erg fijn weekend. En binnenkort is ook weer de livestream, hè? Eerste zaterdag van de maand. Fijne dag, fijn weekend. Doei doei, bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Nada.